Graag vertel ik jullie wat over mijn beeld Madame in drie delen. De aanleiding voor dit beeld was mijn deelname aan een selectie voor Madame in Damme. Een expositie waar ergens op een of andere manier het thema de vrouw aanwezig moest zijn. Ik ben geselecteerd op basis van mijn mijmerdozen die geïnspireerd zijn op mijn oma's. Ik voelde de noodzaak om naast mijn mijmerdozen en andere bewaarplaatsen ook een centerpiece te maken waar mijn beeld van de vrouw direct afleesbaar zou zijn. Ik dacht in eerste instantie aan een soort matroeska. Mijn dozen worden daar vaak mee vergeleken en ik vind het een mooi symbool voor de moeder. In gesloten vorm is de matroeska de ultieme belichaming van mijn motto: wat je ziet is maar een omhulsel, het belangrijkste blijft verborgen. Een quote uit De Kleine Prins van Antoine de Exupéry. En ik vind het ook een heel mooi passende gedachte bij het thema van de madame. Misschien een beetje cheesy, maar het is een feit dat je zeker als vrouw enorm beoordeeld wordt en afgerekend wordt op je uiterlijk. Een thematiek waar ik mede geïnspireerd door mijn dochter in haar ontspanning en positiviteit over haar eigen lichaam ook al eventjes mee bezig was. Er waren al wat kleine madammen ontstaan, wat vingeroefeningen, die behoorlijk wat ideeën en gesprekken op gang hadden gebracht. En het is een begin van een onderzoek geworden naar de esthetiek van het echte lichaam. Niet de romantisering ervan, maar een zoeken naar positiviteit en trots in dat wat er gewoon is. En mijn grote madame is daar de volgende stap in geworden. Als studiemateriaal heb ik heel veel foto's mogen maken van mijn dochter. Daarnaast heb ik ook mezelf uitvoerig gefotografeerd of laten fotograferen door mijn gezinsleden. Deze foto's zijn de basis geweest voor de uiterlijke kenmerken van mijn madame. Het is niet een letterlijke weergave geworden van of mezelf of mijn dochter, maar we zien veel van onszelf terug. Daarnaast zijn er veel familietrekken naar boven gekomen en zien we mijn moeder, mijn zus en zelfs mijn zoon terug in delen van het beeld. Het bijzondere om foto's van jezelf te bestuderen als onderwerp voor een beeld dat je zelf gaat maken, is dat je met hele andere ogen naar je eigen lichaam kijkt. Van een negatieve veroordelende houding, die ik eigenlijk altijd heb, veranderde mijn kritische kijk op mijn lijf in een open, observerende, neutrale blik. Hoe meer ik naar mijn lijf aan het kijken was, hoe meer het besef kwam dat het lichaam ook één grote opslagplaats van herinneringen is. Ik vond het een erg mooi idee om die in het lichaam verstopte opbergcapaciteit te verbeelden met letterlijke dozen, harde vormen die zich hechten in de zachtheid van het lijf. Het lichaam wordt fysiek veranderd door allerlei zaken en gebeurtenissen waarmee het in aanraking komt. Littekens van vroeger zijn nu na 50 jaar nog steeds zichtbaar op mijn kin. Het beleven van twee zwangerschappen waarbij mijn buik tot ongekende grootte opgerekt werd, is voor altijd zichtbaar in de huid van mijn onderlichaam en de vorm van mijn buik. Maar het meest bijzondere vind ik de onzichtbare herinneringen die je in je lijf opslaat. Je geur- en smaakherinnering, fysieke gewaarwordingen die je in no-time terugbrengen naar het huis van je oma of je kindertijd. De werking van het gehoor, hoe geluiden van invloed zijn op je fysieke gesteldheid. Hoe muziek kan troosten en dat bepaalde tonen hetzelfde effect hebben op andere mensen. Je spiergeheugen, hoe je hele lijf hele ingewikkelde bewegingen bijna automatisch kan doen als je ze een paar keer geoefend hebt. Bijvoorbeeld piano spelen of dansen. Maar ook onbewuste intuïtieve herinneringen waarvan je niet wist dat die in je lijf aanwezig waren. Een soort oerkrachten. Hoe je weet wat te doen bij het baren of hoe je een kindje moet vasthouden zodat het zich fijn voelt terwijl je dat nooit hebt gedaan. Hoe bepaalde houdingen en aanrakingen in het menselijk lijf zijn geankerd zonder dat je daar ooit voor geoefend hebt. Het beeld is uitgevoerd in drie delen. Dat heeft een praktische oorzaak omdat anders het niet in de oven zou passen. Maar de drie verschillende delen van het beeld, het onderlichaam, het middendeel en het hoofd, associeer ik elk met specifieke krachten en kwaliteiten. In het onderste deel zit je oerkracht, je intuïtie, je gut feeling. Hier gebeurt het wonder van de voortplanting en zit volgens mij je instinctieve moederschap, ook al heb je zelf geen kinderen gebaard. Het is je eerste omhulling als mens en het eerste huis dat je ook weer verlaat, de geborgenheid van de moederschoot. Maar hier huist ook de dierlijke kant van de voortplanting, je seksualiteit en je onbeheersbare oerinstincten die daarbij vrijkomen. Hier zijn de ongrijpbare en onbenoembare dingen opgeslagen, gewoon omdat je het gevoel hebt dat je die bij je moet dragen. In het middendeel zit het hart, je emotie, liefde, troost, warmte, een arm om je heen, een schouder om op te leunen, tegen de borst drukken, liefde. Het is ook je eerste voedselbron, de moederborst. Hier zijn de dingen bewaard waarmee je je emotioneel verbonden voelt. Je kan die emoties enigszins benoemen, maar het is niet concreet te benoemen waarom je deze dingen
deze dingen waarde voor je hebben. Het bovenste deel is je hoofd, het huis van de ratio, de gedachten, de afwegingen en de berekeningen, het plannen maken. Het enige deel waarmee je door de tijd kan reizen, terug kan kijken en herinneren en vooruit kan kijken. Hier worden verwachtingen en projecties gemaakt. Hier huizen de concrete stukjes herinnering en de verhalen die naverteld kunnen worden. En dat maakt dit ook de plek waar oordelen geveld kunnen worden. Situaties vergeleken en bekeken. Weging van wat is geweest met wat gaat komen. Terugkijken met de ogen van nu.